Nice. Dit is zo'n moment, moest ik naar Ton zijn waarop ik zo ga doen. Zo, wacht hoor. Wacht hoor, even mijn kaak. Ja. Maar ik pose niet hoor voor de camera. Hij post echt niet voor de camera. Soms creëert Nathan gewoon zo 30 seconden stilte waarin dat hij zo even doet alsof dat hij scherp zelfs. Gewoon om een keer zo er mooi op te staan. Zodat mensen screenshots nemen en dan kunnen ze weer allemaal passen. Oh my god, Nathan is zo mooi. Dat is echt zijn truc. Maar allemaal. Backfest van de dag! Zijn er 10, denk ik. 10 backfests. Jullie hebben ze waarschijnlijk wel al eens gezien, want ik heb ze al eens getoond in een video. Maar dit zijn dus 10 backfests gemaakt door 4 mensen. En ik wil graag een shout-out doen naar Jietse. En ik wil ook een shout-out doen naar Margot. En ik wil ook een shout-out doen naar Ellen. En ik wil ook een shout-out doen naar Kato. En ik wil ook een shout-out doen naar Juno, Jietse, Margot. Gewoon Ellen. Thanks voor deze super nice backfest allemaal. Woe. Nice. Clean. Vandaag 4 dagen na het incident. Nog steeds geen microfoon voor mijn camera. Hey, alsjeblieft mijn microfoon teruggeven. Alsjeblieft. Dank u. Altijd kutgeluid. Oké. Okay. Ik heb heel veel leuke comments gekregen onder mijn video waar ik kaal ben gegaan. Kanker confirmed. Heel veel comments over hoe nice mensen mijn haar vonden. Deze video is niet goed voor mijn zelfvertrouwen, maar ik ga het toch doen. Vandaag ga ik reageren op hot comments over mijn haar. Hot comments over mijn haar, dat eigenlijk geen haar kan noemen, want ik heb geen haar meer. Ik weet niet of jullie het zien, maar het is echt wel redelijk teruggegroeid hoor. In vergelijking met enkele dagen geleden heb ik echt wel veel haar teruggekregen. De comments zijn redelijk fucked up. Dus de hele fucking erge comments tussen, maar oké, dat is normaal. En ja. Ja, dat gaan we vandaag bekijken. En ik ga binnenkort naar Nederland. Dus ik weet niet hoe ik dat de hele dag ga volhouden op de trein. En ga aangekeken worden door mensen. Kaal! Die stomme Belgen die niet snappen dat ik mij gewoon heb kaal geschoren omdat ik het leuk vind. Laten we beginnen met de comments die op mijn YouTube channel staan. En dan kunnen we nog doorgaan naar Instagram. Want daar is het nog erger. Kunnen we ook nog doorgaan naar Twitter als ik helemaal dood wil. Nathan, what the fuck? Je lijkt op die molrat van Kim Possible. Wat? Dat is dit ding. Ik lijk daar niet op. Oké, heel veel mensen zeggen dat ik daarop lijk. Er is geen gelijkenis. What the fuck? Ik bedoel, als ik daarop lijk, kan ik gewoon nu al uit mijn raam springen. Dan, dat was niet de bedoeling. Ik wou niet op een molrat lijken. Ik bedoel, het woord molrat alleen al. Het is een mol en een rat. Ik wil daar niet op lijken, snap je? Fuck, dat is echt gay, though. What the fuck? Hij lijkt op Michael Scofield. Ja, oké. Hij heeft veel geld. Ik lijk er graag op. Hij is niet scare. Ik ben wel die guy. Is oké. Hij lijkt op Slim Shady, man. Bah! Ik weet niet of het zo is. Misschien... Nee. Wow, ik heb ineens een idee. Kijk, deze helm heb ik nog nooit echt aan kunnen doen omdat mijn haar er altijd uitvloepte. Gelijk het nu op een grappige bowlingbal als ik hem aan. Nee, het is fucked up, snap je? Je ziet die helm en dan zie je mijn voorhoofd zo hier, what the fuck. Je lijkt op Elf van Stranger Things. Ik lijk op Elf. 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 Weer mensen op go-cars, hou even jullie bek. Wat zijn weer rare mensen op go-cars, wat doen jullie? Waarom vinden jullie dit leuk? Waar is er hier zelf leuk aan? Ik heb het vorig jaar ook al eens gezegd tegen jullie, maar dus als je een go-car huurt in Blankenbergen, dan vind ik je sowieso af. Marginaal, bedoel, why the fuck zou je dat doen? Als je een go-car huurt in Blankenbergen, krijg je zo een fucking menu of zo, of een kaart. En dan is dat een soort van route door Blankenbergen die je kan volgen. En die is heel leuk of zo, bedoel. En op die route fietsen ze toch wel door mijn straat. Van alle fucking straten die je hier zou kunnen kiezen, fietsen ze door deze. Dus elke dag 10.000 schreeuwende fucking toeristen op een go-car voor mijn straat rijden. Volgende! Nathan is een gabber. Ik lijk toch niet op een gabber. What the fuck? Stel je voor dat ik op een gabber lijk. Ik wou er niet zo uitzien, snap je? Ik kan dit jasje nooit meer aandoen. Deze bril ook niet. Sorry. Ik lijk wel op een gabber, oké? Sorry, dat die geef ik toe. Wel gewoon gespierd en zo. Dit is het resultaat van jarenlange We doen verder. Dat wordt een nieuwe banner en profielfoto. Terwijl mijn haar geschoren werd, dacht ik ook, fuck nee, op mijn banner en op mijn profielfoto heb ik nog lang haar. Ik heb fucking veel geld betaald voor die tekening. En ik heb fucking veel geld betaald voor die designs. Dus ik kan nu echt niet, misschien dat ik daar eerder aan moet denken. Lekker, eindelijk, want je was fucking vies. Nog steeds fucking vies haar. Zo vies. Ik kotste als ik je video's kijk. Oké, nice. Paka, je lijkt nu echt op een hooligan vriendschap. Ga naar de kapper en vraag je haar terug of zo. Dat gaat niet. Ik heb het al geprobeerd. Dat mijn haar niet terugkrijgen. Ik kan het er ook niet terug opplakken. Het ergste van alles is nog dat mijn mama gewoon mijn haar heeft weggedaan. Ze heeft geen fok gegeven. Ze heeft gewoon die vuilniszak genomen. Ze heeft dat weggedaan en ze heeft al mijn haar weggegooid. Zoveel geeft mijn mama dus om mijn haar. Zoveel foks geeft ze om wat ik wou doen met mijn haartje. Niks. Niks. Je bent nu echt fucking lelijk geworden. Like als je dat ook vindt. Like! Hitler zou zich afvragen hoe je uit zijn kamp is ontsnapt.
Hè? Ik bedoel waarschijnlijk dat ik een beetje lijk op die guy van The Boy in the Striped Pyjamas. Dat is deze jongen. Kijk, ik ga niks zeggen, maar ik weet van mezelf dat ik daar echt te goed op lijk nu, maar... Ja. Waarom word jij altijd geassocieerd met hooligans, neonazies, joden, molratten? Kan je me niet vergelijken met iets leuk of zo? Maar... Zij zelf iemand dat ik op een balzak lijk? Mijn hoofd op een balzak lijk? Waar de fuck zie je hier een balzak in, hè? Ik weet ook niet wat het is met schrijffouten en zo in mijn comments, maar deze slaat toch wel alles. Nee, Nathan, nu lijk je net een kale lesbianne. Lesbianne. Ik ben een kale lesbianne. Fuck this shit, I'm out. Lesbienne. Er zei ook iemand dat ik op mijn mama leek daarnet. Er zeggen mensen dat ik op een vrouw lijk. Kijk, dan lijk ik liever op een jood of op een neonazi, maar niet op een vrouw. Ik kan niet op een meisje lijken dan. Dan is mijn mannelijkheid helemaal weg. Zit er nog iets in mijn broek? Ik kan misschien wel op een vrouw lijken. Maar ik weet heel diep van binnen dat in mijn broek nog altijd zit. Nice. Auschwitz was zeker leuk. Sowieso. Auschwitz was geweldig. Aha, je lijkt op iemand die kanker heeft nu. Alles is oké. Okay. Er zei iemand dat ik leek op iemand met kanker. Vind jij dat ik lijk op iemand die kanker heeft? Beetje last van de longen. Je lijkt op die gast van Toy Story. Ik denk dat dat deze guy is. Ja, oké. Oké, misschien. Ja, misschien een beetje. Waarom lijk ik op zoveel rare mensen als ik mijn haar heb afgedaan? Kijk, als je vindt dat hij op Snap King lijkt. Kijk, je mag alles zeggen van mij. Je mag zeggen dat ik kanker heb. Je mag zeggen dat ik op een chemopatiënt lijk. Je mag zeggen dat ik op een molrat lijk. Maar niet dat ik op fucking Snap King lijk. Want onrechtstreeks vergelijk je mijn vriendin dan ook met Famke Louise. En dat kan je echt niet maken. Ik lijk niet op Snap King. Want Snap King is kanker lelijk. Nee. Kijk, je mag zeggen dat ik lelijk ben. Je mag zeggen dat ik de lelijkste jongen ter wereld ben. Doe me allemaal niks. Maar je mag niet zeggen dat ik op fucking Snap King lijk. Of wat lijkt Snap King? Inderdaad. Ik weet niet aan wat je dacht. Ik weet niet op wat jij denkt dat Snap King lijkt. Maar als ik denk aan Snap King, dan denk ik aan chlamydia. En gewoon een roeroe. En alle soorten vieze aids die zich bevindt op de genitaliën van die vieze fuck. Volgende. Je lijkt op een jood. Kanker confirmed. Rufus de naakte molrat. Hij lijkt gewoon op een crack addict. Ik was van plan om mijn haar kort te houden, by the way. Ik wou het zo altijd een beetje bijtrimmen dat het eigenlijk op 7 mm blijft. Door al deze comments denk ik dat ik mijn haar gewoon weer ga laten groeien, want ja. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash dan een duimpje omhoog. Laat een comment achter. En ik ga nu... Waarom heb ik mijn haar afgeknipt? Boeit me eigenlijk echt niks. Ik zeg het eerlijk tegen jullie, ik vind het haar echt vet. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik bedoel, ik kan opstaan, ik moet niet meer douchen, alles is safe. Ik ben er super blij mee. Het is echt al veel gegroeid. Ik weet niet of jullie hierop letten, maar het is er echt alweer veel bijgekomen. Dus laat weten in de comments of jullie vinden dat ik het op 7 mm moet houden. En dan nu zo een beetje bijtrimmen dat het weer een beetje korter is. Dat ik het gewoon weer moet laten groeien. Jullie kiezen het, maar het maakt niet uit. Jullie kiezen wat ik doe met mijn haar. Het is van jullie. Het kakje is gestorven en nu groeit er gewoon nieuw haar. Allemaal nieuw haar op mijn hoofd. En jullie mogen daarmee doen wat jullie willen. Want ik had het echt gehad met al die comments over mijn kakje. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace. Tot de volgende keer. Doei!